allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een iets of wat kortere video. Namelijk met een video over de oude planning plus ook over nog iets over YouTube. Dus als eerst mijn oude planning gaat terug ingaan. Dus misschien weten jullie het, misschien weten jullie het nog niet. Voor de nieuwe abonnees gaan het misschien nog niet weten. Maar normaal gezien upload ik eigenlijk woensdag, zaterdag en zondag. Dus dat gaat vanaf nu ook terug ingaan. Dus vanaf deze zondag gaat het weer woensdag, zaterdag en zondag worden. Misschien in de week nog iets extra's als er iets meer te zien is. Of ik weet niet wat. Of als ik vrije tijd heb ofzo. Dus dat gaat er namelijk gaan komen. Dus dat wil ik eventjes zeggen, namelijk dat de oude planning terug in gaat gaan. Niet dat jullie gaan denken van, er zijn in één keer weinig video's. Dat is namelijk altijd al zo geweest. Tot namelijk deze twee laatste weken dat ik nog vakantie heb, was het eigenlijk iedere dag een video. Dus als je nu twee weken terug gaat, ga je namelijk gaan zien zelfs dat er zelf zo, niet zoveel video's zijn uitgekomen. Dus dat ga ik teruggaan naar die regeling, woensdag, zaterdag en zondag. Wil ik eventjes melden, dus dat was de melding. Wat gaat er namelijk gaan komen? Iedere woensdag is sowieso een plugin video wat jullie opsturen. Als jullie een plugin willen die ik volledig moet uitpluizen en volledig moet uitleggen, laat het mij weten. Laat het mij nu al weten hieronder in de reacties, dat ik die sowieso kan opzoeken en direct een video ook van kan gaan voorbereiden en gaan maken. Zaterdag is normaal nog altijd snapshots, totdat de snapshots stoppen, dan is het iets anders. En zondags is normaal gezien altijd een random video, wat ik zelfs niet weet. Nee. Zondags is het nu de commandos video's van dit boekje. Dus de commandos video's, command blocks, hacks voor Minecrafters video's, die komen er zeker aan. En dan kom ik eigenlijk bij mijn volgende zaak, YouTube. Zoals ik al zei, YouTube. En waarom zeg ik eigenlijk YouTube? Dan moet ik eventjes iets gaan doen. En ja, wat bedoel ik nu namelijk met YouTube? Ik ben nu eventjes op mijn Minecraft-scherm terechtgekomen. En hetgeen wat ik eigenlijk wil laten zien is namelijk mijn commando's wereld van dat boekje. Dus van dat boekje. En waarom? Heel eenvoudig. Misschien weten jullie het niet, maar als jullie bijvoorbeeld mij ook kijken van oh fijn, ik wil ook een YouTuber gaan worden, dit zie je na. Je moet er wel aan denken hoeveel tijd er inkruipt. Het is niet normaal hoeveel tijd. Bijvoorbeeld nu voor deze video. Oké, ik begin gewoon met opnemen en ik praat gewoon. Want ik heb zelfs niks voorbereiding. Ik weet gewoon een titel in mijn hoofd van oude planning plus YouTube. En YouTube of zoiets. Dat wordt mijn titel en dan ga ik daarop baseren. Maar hetgeen wat ik eigenlijk wil zeggen is, als je zelf ook met YouTube wilt gaan beginnen, en bijvoorbeeld zoals ik doe heel veel tutorials, dan heb je veel voorbereiding nodig. Maar ga je bijvoorbeeld gameplay doen, gewoon van, ik ga gewoon vandaag op mijn plek spelen en ik maak daar een video over. Ja, dan heb je geen voorbereiding nodig. En daarom wil ik een beetje over gaan praten, eigenlijk namelijk over YouTube en de voorbereidingen wat ik dus eigenlijk doe voor jullie eigenlijk een video uit te brengen. Dus hetgeen wat ik eigenlijk vooral heb gedaan met de drie video's van het boekje, van het Minecraft Commons boekje, is heel veel uren werk wat jullie niet zien. Namelijk de eerste aflevering, namelijk deze lijn, dus deze hele lijn, met dan namelijk mijn voorbereiding. En ik denk, de eerste voorbereiding heb ik online staan. Nu, voor jullie gaat eventjes het scherm op stil blijven staan, omdat ik eventjes iets aan het zoeken ben. Maar hetgeen wat ik jullie eventjes ga laten zien, is namelijk mijn scherm. En ja, jullie zien het, mijn webcam moet alleen een beetje opschuiven. En dit is namelijk de voorbereiding voor die video's. Dus dit was de eerste voorbereiding, dus de eerste video. Ik ben nog altijd door aan het gaan, Dit was de eerste video nog steeds tot hier. Dat was namelijk de eerste video qua voorbereiding. Gewoon een boek lezen, voorbereiden. Dan de tweede video is deze hele tekst. Oké. Viel nog mee. De derde video is namelijk deze hele tekst. En dan daar kruipt tijd in tot ook mijn broblad. Jee. Daar kruipt heel veel tijd in. En jullie meten het misschien niet, maar die video die voor jullie woensdag is uitgekomen. Want deze video neem ik op donderdag voor de zondag. Omdat ik weg ben. Dus dit is namelijk eigenlijk een video die ik 3 uur à 3,5 uur aan bezig ben geweest om voor te bereiden. Dus al de commandoblokken plaatsen, al deze commandoblokken, dan hier de commandoblokken. Ervoor zorgen als ik dat klik, bijvoorbeeld met die bomen hier, want ik had dan hier die bomen staan. Hetgeen wat ik dan moest doen was de bomen weghalen, dan de bomen hier weghalen, dan hier plantjes planten en dan ervoor zorgen dat als ik op die knop doe, dat weer hetzelfde gaat gebeuren. En allemaal met die commandoblokken zoals je hier kunt zien. Er kruipt heel veel tijd in, want deze hele wereld is heel veel tijd in gekropen gewoon. En
Dat vergeten sommige mensen eigenlijk als ze bijvoorbeeld naar een YouTuber kijkt van oh ja, dat lijkt me heel eenvoudig, ga gewoon een video opnemen, een beetje praten, dit zie en al zoals ik eigenlijk nu ook doe. En dan hop, gewoon op YouTube plaatsen, maar dat is het niet. Als jullie het misschien kan ik wel eens een video openen doen. Ja, dat kan ik eens doen, dat is misschien een goed voorbeeld. Jullie gaan nog altijd niks zien. En dat is namelijk de video van de commando's. Die vind ik onnozel, die video. Van de Force Field plugin zal ik eens open doen. En ik zal ook in één keer de wereldcommando's, de video die jullie gisteren eigenlijk hebben gezien, maar die ik eigenlijk al woensdag heb voorbereid gehad. Dus die ga ik jullie allebei eens laten zien hoe dat die ineen zit eigenlijk. Dus wat voor werk dat erin steekt. Dus namelijk, zoals dit, het duurt lang. Het duurt ongeveer 3 uur om voor te bereiden. Dus 3 uren doe ik eraan om een hele tekst te schrijven. Om dan ook nog eens gelijkertijd hier alle blokken en commando's in orde te krijgen. Om dan eigenlijk dan, vanaf dan pas te gaan beginnen met de video te gaan maken. Dus het duurt wel vrij lang. Maar er zijn ook namelijk andere werelden waar ik vrij lang aan bezig ben. Bijvoorbeeld de snapshots wereld. Hetgeen wat ik daar ook voor doe, is op heel Minecraft gaan zoeken. YouTube-video's gaan uitzoeken. Gaan kijken van, dat met daar. Allemaal voorbereiden. En er steekt wel wat werk in. Nu, ik zie dat mijn eerste klaar is. Dus ik ga dat even op dit scherm zetten. Oké. Deze ziet er nu niet eigenlijk... Ja, ziet er niet zo veel werk uit. Maar dit is namelijk de plugin van Force Field. De plugin zelf heb ik een... Ja, de voorbereiding hiervan was maar een 10-tal minuutjes. Daar heb ik zelfs geen script voor geschreven, want dat doe ik ook soms script schrijven. Voor de Commando Blocks boekje, zoals ik er eerst heb laten zien, dat is een script. Want dat volg ik ook helemaal. Daarom dat er soms ook geen webcam bij is, omdat het vrij moeilijk is. Maar zoals je kunt zien, dit is eigenlijk gewoon ook nog het werk wat je na je YouTube moet doen. Dus hetgeen wat ik even ga bijhalen is deze. Dit is de wereldcommando's. De video die jullie zaterdag hebben gezien, die al helemaal klaar was op de woensdag. Want daarom dat je het t-shirt misschien telkens blijft terugzien, waar ik al alles heb zitten voor te bereiden en geen t-shirt heb gewisseld. En zoals je kunt zien, al die streepjes hiertussen zijn stukjes uitgeknipt. En zoals jullie het misschien ook niet weten, is jullie kijken de video en jullie zien een overgang, terug een overgang, weer een overgang. Maar als ik aan een video begin, dan doe ik eerst 3, 2, 1, wat bij de plugin video te zien is, want daar begin ik zo uno, dos, stress. Ja, oké. En dan alles gelijk zetten zoals ik hier heb gedaan, dus de microfoon met nog andere geluiden en dan het muziek eronder. Dan begin ik en telkens per stukje dat ik naar het volgende deel ga, stop ik er. Dus dan doe ik zo, hè, bla 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 bla. En dan begin ik gewoon te bewegen, dan ga ik naar de volgende plaats, dan sta ik weer stil aan de camera. En dan pas begin ik weer verder te doen. En dan dat stukje per stukje, iedere keer dat ik heb geknipt, heb ik dat iedere keer gedaan. Deze video is nu... Oh, ik heb weer de verkeerde knop geduwd. Deze video is nu een 23-tal minuten lang. Maar deze was origineel rond de 35 minuten. Dus je moet weten, er gaat ook altijd een heleboel gegevens weg. Ook bij deze video heb ik sowieso ook moeten knippen. Dus gaan ook weer stukken allemaal weg. En dat weten jullie misschien vaak niet van... Oh ja, YouTube, oké. Er kruipt heel veel voorbereiding in. Er kruipt ook veel werk in na de hand. Wat ik met deze video ook ga bewerken. Dus ook weer op dit bewerkingsprogramma zetten. Knippen. De webcam te goed zetten. Dat ik die naar links of naar rechts doe. En dat duurt ook nog eens wel lang. Want vooral voor een video van een... Je moet denken, als je een video van een half uur hebt. Zoals ik hier 35 minuten. Overloop ik de volledige video. Plus ik knip alles eruit en dan ben je sowieso 3 kwartier tot een uur bezig om dit te bewerken. En dan moet je nog eens renderen, dus ervoor zorgen dat jij de video in één stuk ziet. In plaats van deze kleine stukjes. En dat duurt ook nog eens omdat ik op mijn laptop nog op dit moment werk. Binnen een half jaar heb ik een gamecomputer die ik zelf ga samenstellen. En dan kan moet ik ook nog een uur eens wachten. Dus ik doe altijd het dubbele, dus dit is 23 minuten. Dus dat is 46 minuten voor mij, 3 kwartier eer dat deze video klaar is. En dan nog online zetten op YouTube ook nog eens. Dus dat is wel allemaal vrij veel werk en er kruipt echt heel veel tijd in. Dus dat wil ik eventjes zeggen, namelijk als je zelf met YouTube willen beginnen, er kruipt wel wat tijd in. Want hetgeen wat jullie ook nog niet echt zien, is als ik iets op YouTube plaats. Nou, dat ga ik niet laten zien. Maar als ik op YouTube plaats, dat duurt ook nog eens lang. Want
Je moet ook nog eens de video online zetten. En die video online zetten, dat duurt ongeveer maximum een kwartiertje. Dat moet dan ook nog allemaal bewerkt worden. Die hele tekst die je onderaan krijgt moet bewerkt. De thumbnail moet ook nog gemaakt worden. Dus dat kan ik wel eventjes laten zien. Dit zijn al de foto's die ik op dit moment heb opgeslagen. Want ik heb twee harde schijven op mijn kamer. Eén voor mijn aparte gegevens. Eén voor puur Minecraft en YouTube. En dit zijn al de thumbnails. Dus eigenlijk bijvoorbeeld Common Blocks die gisteren is geweest. Dat is namelijk deze. Dus de Common Blocks Wereldcommando's. En dan heb je ook nog de Force Field, Audio Dead Mode. Eigenlijk al diegene... Plugins raar, ja. Dus dat is ook nog allemaal wat er eigenlijk in staat. Maar ik ben eigenlijk op het einde van deze video gekomen. Ik ga niet nog langer gaan zitten praten over dat het vrij lang duurt eer dat je iets klaar hebt. Trouwens, het duurt ook lang eer dat je bijvoorbeeld, zoals ik nu heb, die microfoon heb, die webcam heb. Want die webcam kost 100 euro, die microfoon kost al rond de 50, 60 euro. De boxen die ik heb voor het geluid, licht, want zoals je daar kunt zien, die lamp. Ja, dat je die lamp hebt en dat die lamp kost, die is vrij goedkoop, die is rond de 20, 30 euro. Hoofdtelefoon, eigenlijk alles wat ik nu heb is zoveel geld, rond de 2000, 2200 euro of zo. Dus er kruipt veel geld en er kruipt veel tijd. Dus dat wou ik eventjes zeggen en daarom dat deze video ook misschien zo... beetje anders is dan normaal, de minder actieve Jens die jullie nu zien. Ik ben echt zo non-actief vandaag. Dus, ja. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Doe alvast dan een blauw duimpje omhoog. Mijn naam is Jens en ik zie jullie in de volgende video. Doei!